defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol clamoroso di Van Basten, stupenda azione del Milan, 4-0. Bergomi, Scirea, Tardelli, Baggio. E poi c'è Schillaci, gol di Schillaci, traversa ancora di Totò Schillaci, e vedete l'entusiasmo degli azzurri, tiro di grande potenza. Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering. Allemaal welkom bij blok 3. Ik kreeg net wat tips dat het geluid ietsjes harder moet, dus ik heb iets harder gezet. Ik hoop dat we iedereen kunnen horen. Volgens mij zien de meeste mensen het al wel een beetje, welke clubvoorkeur deze jongens hebben. Ik begin even weer aan mijn kant. Frank, het is al bijna, het gaat al richting de avond, hè? Goedemiddag. Zou jij jezelf eens kort willen voorstellen aan de mensen en aan de luisteraars? Uiteraard. Ik ben Frank van Eyck, ik ben 41. Ik ben 30 jaar Lazio fan, vanaf mijn 11e. Ja. Ben eigenlijk wel pas, hoe zullen we het noemen, net uit de kast gekomen. Want ik heb echt ook van die 30 jaar, misschien wel 28 jaar gedacht dat ik echt de enige in Nederland was. Oh! Sowieso natuurlijk een club die niet altijd even positief opstaat. Ook nee. Niet in media en dergelijke. Op mijn 11e via mijn broer is 4 jaar ouder. Die was met schoolreis naar Rome geweest, kwam terug met een sjaaltje. Altijd al wel gewoon fan geweest van Italiaans voetbal. Dat was natuurlijk, heb het over 1993. Was toen echt piek voetbal. En toen is ze in die club gaan verdiepen. En ik snap niet dat mensen, zeg maar, die dat toen hebben gedaan, dat je dan geen fan kan worden van Lazio. Nee, niet. Nee. Oké, we komen zo nog even bij jou op terug. Naast jou zitten. Eigenlijk hadden we overigens deze podcast op willen nemen in een bos. Voor een bosgevecht tussen de 4 heren. Maar ze durfden het alle 4 niet aan, dus doen we het maar hier. Maar naast jou zit Raoul. Raoul, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Roma-fan. Ja, ik ben al sinds de eeuwwisseling ben ik Roma-fan. Ik ben fan geworden van AS Roma vanwege de shirtjes, de kleuren, de stad, het logo. Dat zei ik ook, waar mijn liefde voor Roma mee is begonnen. Ja. En verzamel ik eigenlijk alle Roma-shirtjes. Alle shirts, want hoeveel shirts hebben we net dan? Ik heb het niet meer geteld. Ik heb 3 categorieën. Echt om te verzamelen. Ja. Een categorie om casual te dragen. En één om te sporten. Ik sport zelf op wat hoger niveau. Ik doe hardlopen en dat doe ik altijd in Roma tenue. Dat excuus gebruik ik ook altijd als ik een shirtje koop om te sporten. Alleen dat sporten komt er nooit van. Dat kopen, dat lukt wel, maar dat sporten, dat op een of andere manier verdwijnt dan een beetje. We komen ook zo weer even bij jou terug, Raoul. Naast jou zit Joost. Ja, ik ben Joost, ik ben 45. En mijn liefde voor Lazio is eigenlijk begonnen met Emil Schelvis en Studio Italia. Ja. En dat viel ongeveer samen met de transfer van Paul Gascoigne naar Lazio. Die zou eigenlijk een jaar eerder komen. Ja. Maar toen deed hij op zijn Gaziaans iets doms in de FA Cup finale. En toen brak hij zijn been. En toen werd zijn transfer een jaar uitgesteld. Ik luister naar je verhaal, hoor. Sorry, maar ik onderbreek je. Maar is dit is dit toch iemand anders? Nou, dat zou zomaar kunnen dat hij... Ik zou het eigenlijk moeten weten, want het is mijn shirt. Ik denk dat dit een wedstrijd gedragen shirt is van Gascoigne bij deze. Is hij gewassen of niet? Nee, dat doe ik niet. Ik was ze niet. Dat was voor jou, Gascoigne, de transfer? Ja, Gascoigne. Meer het Italiaans voetbal van die tijd. Hè? Joris zei het al, het was toen echt de absolute wereldtop. Geen rariteiten zoals Amerikaanse eigenaars en zo. Dat soort dingen. Maar gewoon echt... Wereldtop. Bij Lazio zaten toen Karl-Heinz Riedler al en Thomas Doll, ex-Dynamo Berlin. Ook een mooi aansprekende club natuurlijk. Ja.
En daarmee werd die transfer van Aaron Winter een beetje, die werd een beetje ondergesneeuwd. Zoals Winter eigenlijk zijn hele carrière een beetje... Ondergesneeuwd? Nou, nee, niet zit ondergesneeuwd, maar Winter, ja, precies. Ja. Dat hij in een dienende rol heeft gespeeld. Ja. Maar uiteindelijk bij Lazio gewoon goed uit de verf gekomen, denk ik. Oké, als laatste gaan we weer naar de Roma-kant. Rick? Ja, ik ben Rick Lindeman, ik ben 46 en ik... Ik zag in 97 mijn eerste wedstrijd van Rome bij Fiorentina. Ja. Maar ik ben pas echt fan geworden toen ik in Rome ging studeren. Ik heb daar in 99-2000, dus het jaar dat Rome nog net geen kampioen werd. En sommige andere clubs wel, die hier misschien zitten. Ben ik Roma-fan geworden, omdat ik daar studeerde. En dan word ik er zo ondergedompeld dat ik eigenlijk niet anders kon. Is het, want we hebben ook wat support gehad van wat kleinere clubs. Is het een beetje... Flauw gezegd, maar een makkelijke keuze om voor een van de twee te zijn. Want er zijn natuurlijk dingetjes. Hè? De shirts zijn fantastisch. Stadion kun je wat verwinden, maar ik vind stadion ook wel wat hebben. En Frank, hoe kijk jij daar tegenaan als ik dat zeg? Ik ben fan van Lazio en niet van een wat kleinere club. Of is het iets heel gek wat ik zeg nu? Nee, eigenlijk niet. Maar de charme denk ik ook van Lazio... Naar een andere enigszins bekende Laziale, Hilco Branders. Die had een interview met Radio Rijnmond van de week. En die zei het daar eigenlijk wel heel treffend in. Lazio is een subtopclub met de allure van een topclub. En daar heb je het precies te pakken. En dat is ook in ieder geval wat mij er ook wel heel erg in heeft aangetrokken. Meer dan de topclubs van toen de tijd in Italië. Klinkt bijna een beetje zelfkastijding. Maar dat je er wel meer van geniet als er wel eens ooit een keer iets gewonnen wordt. Ja, wel een paar keer eerder gehoord vandaag. Ik werd dan natuurlijk wel... In 93 ongeveer fan. Toen werd er nog niet zo vaak iets gewonnen. We hadden twee keer een Scudetto gewonnen. 1915 is Hans Slot het niet meer eens. Maar maakt niet uit. En in 74. Dat was natuurlijk altijd Cragnotti-era. En toen bleek opeens... werd laatst eigenlijk een beetje het Manchester City van deze tijd misschien wel. Ja. Daarna ging het even iets minder. Dan maak je echt iets mee. En dan... ja. Het is natuurlijk zo, ik kijk naar de andere kant van de team en dan denk ik, ja, dat is gewoon helemaal niks. Hoe leeft dat? Kijk, ik ben zelf een Liverpool supporter, maar ik voel mij wel ik voel me wel buitenstaan. Ik vind het een mooie club, maar ik heb bijvoorbeeld niet heel erg een hekel aan Everton of United bijvoorbeeld. Dat vind ik net iets te ver, iets te persoonlijk. Hoe kijk jij tegen Roma aan? Dan heb je wel dat vuur in je zitten dat je die club... haat is de sportieve rivaliteit. Haat ook niet. Hè. En ook wel zeg maar dankbaar dat die club wel bestaat. Hè. Want rivaliteit is het mooiste wat er is. Ja. Lazio heeft bijvoorbeeld ooit een keer een wedstrijdje thuis gespeeld tegen Inter. Die ze met 2-0 verloren, heel verrassend, 2002. Toen stond Roma de tweede, Inter stond eerste, Lazio stond zestiende op het punt om degradatiegevaar te komen. Ja. Toen hebben de toenmalige Rudy Cibili Ultras toch wel even duidelijk gemaakt, dan maar degraderen. Ja. Maar die puntjes die gaan mee naar Milaan terug, want Roma mag geen kampioen worden. Ja, dat vind ik, dat kan ook alleen in Italië zoiets. Ja. Ja, als je het over die rivaliteit hebt, wat interessant vind ik ook in Rome dat echt gescheiden werelden voor een deel zijn. Hè? Ik was laatst op een huwelijk van een vriend van mij. Ik heb één vriend die voor Lazio is in Rome. Ja. En op het huwelijk waren 200 man uit best wel groot deel van Italië. Maar over die 200 man waren twee Roma-fans. Ik en zijn oom. En ik was een vriend van hem van vroeger en een buitenlander, dus dat mocht wel. En zijn oom omdat hij aangetrouwd was. Maar voor de rest kende hij dus helemaal niemand die voor Roma was eigenlijk. En dat zie je dat aan de ene kant loopt die stad. Het loopt natuurlijk allebei in die stad. Hè, hoewel het ook daar is dat Lazio natuurlijk uit de regio komt. En een aantal wijken, rijkere wijken in het noordoosten waar Lazio wat meer ver is. Maar dat het dus eigenlijk zulke gescheiden werelden zijn. Van dat ze ook eigenlijk bijna met elkaar spreken. Niet in dezelfde club zitten, niet hetzelfde ding zitten. Dus in die zin is het... een hele andere wereld. Waar komt dat vandaan? Weet je dat? Waar zit hem dat in? Ja, dat komt natuurlijk verdeeld van vroeger. Hè. Je hoorde net het voorbeeld van Florence, van die vier kleuren. Dat had natuurlijk ook te maken hè, met ging naar één kerk en naar één parochie. In Siena heb je dus hè, de 17 contraden die de palio doen. Daar zit het allemaal in. Je zat binnen je eigen gemeenschap. En dat de campanilismo, dat zit in Italië ook in de grote stad nog. Jij bent, samen met Roel, zijn jullie van de Romanisti
Hollandesi, als ik het op mijn Nederlands uit mag spreken. Ja, ja, dat klopt. Dat is onze fanclub. Ja, wat houdt dat precies in, de fanclub? Ja, onze fanclub bestaat grotendeels via WhatsApp-contact. En sinds afgelopen seizoen, of dit seizoen, zijn we eigenlijk officieel erkend ook als officiële fanclub door AS Roma zelf. We hebben daarom de beschikking gekregen voor 2 seizoenkaarten en we mogen een spandoek ophangen. Oké. Elke wedstrijd. Een paar keer per jaar spreken we af om wedstrijden in Nederland te kijken samen. En we proberen ook wel eens een buitenlandse trips te maken. Ja. En bij Europese wedstrijden, zoals bijvoorbeeld tegen AA Gent, Borussia Mönchengladbach, daar zijn we met een flinke groep daar naartoe gegaan. Rick, jij bent voorzitter? Ja. Voorzitter? Jij neemt de hele boel op sleeptouw? Of hoe moet ik dat zien? Ben jij de oprichter er ook van? Nou ja, de oprichting was een beetje hier in Eindhoven. Want we hadden een keertje de Roma speelde voor de Youth League tegen Eindhoven in 2016. PSV. PSV speelde tegen Roma in de Youth League. En toen kwamen wij elkaar tegen. En hebben wij elkaar leren kennen. Oké. En toen zagen we zagen heel veel mensen die losse Roma-beleving hadden die we kennen. En toen dachten we, ja, we moeten toch wel even serieus van maken. Want het is wel leuker van zo'n wedstrijd met z'n allen te genieten. Ja. En natuurlijk, ik ben een van de weinigen van de fanclub die ook Italiaans spreekt. Want je hebt ook een Italiaanse Roma-fanclub in Nederland. De Roma Club Amsterdam. Daar zijn we wel verder goed bevriend mee. Maar het is wel ook anderhalf om mensen ook in Nederlands te kunnen praten over hun liefde. Die zijn van origine echt Italiaans. Okay. Wij zijn echt, Nederlands is onze voertaal. Hoe vaak gaan jullie die kant op? Want je had 2 seizoenkaarten. Die verdeel je dan onder... Sommige leden van onze fanclub hebben ook echt seizoenkaarten. Die gaan elke paar weken voor zichzelf, op die fiets. Ja. Oké, en hoe geldt dat voor jullie? Ja, ik probeer 1-2 keer per jaar te gaan. Ja. En Rick? Ja, ook zoiets. Het was voor de pandemie is meer. Maar nu is het is een beetje uit schema. En er moeten ook andere dingen gebeuren. Dus het is probeer ik eentje in Europa en eentje in Rome zelf. In ieder geval wel te pakken. En ook als er al iets anders bijzonders is om dat daarbij aan te sluiten. We hadden bijvoorbeeld rond de finale. Hebben we van de 2 finales die we gehad hebben natuurlijk de afgelopen jaren. Waar we ook veel aandacht voor kregen. Hebben we heel Vlissingen verbouwd. Want dat was een beetje ons hoofdkwartier in Nederland. Onze sponsor die zit daar. En daar is het hele centrum verbouwd in Roma kleuren. En daarna ook op stap gegaan toen Feyenoord verslagen was. Ja, La Campagne is een tapas restaurant in Vlissingen. En die sponsoren ons ook. Okay. En die jongen heeft zijn restaurant beschikbaar gesteld bij beide finale avonden. En heeft daar echt een hele leuke avond georganiseerd. Dat we het groot scherm konden kijken met z'n allen. Van tevoren vuurwerk afgestoken. Ja. Ja, de eerste keer hebben we kunnen juichen. De andere keer hadden we helaas verloren. Joost, jij bent naast Lazio-fan. Ook wel vinker groundhopper, hè? Jij wilde wat vertellen. Of jij, toen we zeiden van, hey, vind je het leuk om wat te vertellen? Zei je, nou, leuk om wat over Lazio vertellen. Over mijn liefde voor Lazio. Dat zit hem bijvoorbeeld ook onder andere in. Nou ja, dat mooie shirt wat daar hangt. En wat je aan hebt. 3 mooie shirts, hè, die er hangen. 3 shirts inderdaad. Die, die Del Monte ook natuurlijk. Die gele en daarnaast. Voor wie is die andere dan? Die aan de andere kant hangt? Die zijn van Frank. Oh, natuurlijk, ja. Dat zijn natuurlijk ook mooie shirts. Maar die zijn niet van mij. Ja. maar jij wilde ook wat vertellen. Jij gaat ook kraantoppen met je zoon. Ja, dat zeker. Ja, mijn zoontje die was... begin van het jaar was hij nog 7. En ik wilde gewoon... naast dat ik graag naar Lazio ga... vind ik Italië is gewoon het... nog steeds het mekka qua... qua stadionbezoek, oude stadions. De beleving. Had ik op een gegeven moment zoiets van... Hey, ik ga eens even een tripje plannen van... een paar wedstrijden in een paar dagen. En toen was ik dat aan het boeken. En toen kwam die kleine aap die kwam meekijken. En die zei van... papa, ik wil eigenlijk mee. En je natuurlijke reactie is van ja, daar ben je veel te klein voor. Maar in tegenstelling tot Engeland, waar ik ook nog wel zo regelmatig kwam. Ja. Waar het toch veel meer rond de pub cultuur gebaseerd is. Is Italië eigenlijk wel een ideaal land. Omdat het echt om het voetballen gaat, weet je wel. En het is ook heel bijzonder om te zien. We kwamen in Como. We hadden een kaartje gekocht voor de curva. Een beetje aan de zijkant. Onze Bruno die wilde ook. Die zag mensen met vlaggen zwaaien, dus die liepen naartoe. En binnen de kortste keren stond hij met die vlag in zijn hand. Dus, was hij er onderdeel van? Nee, daarmee gezegd hebben dat het ijs ook heel erg makkelijk breekt als je met zo'n kleine aap eraan komt lopen. We zijn naar Como gegaan. Hadden we s'avonds de trein naar Bologna. Die speelde volgende dag tegen Inter. Wij zitten daar een beetje op station. Ik had toch een paar blikken bier gehaald. Missen de trein naar Milaan, missen de trein naar Bologna.
Ja, weet je, uiteindelijk hebben we toch heel veel plezier gehad. Ja. En ja, ik zou dat ook iedereen aanraden. Hè? Als je kleine kinderen hebt en ze zijn geïnteresseerd in voetbal, kun je daar prima mee naar Italië gaan. De verbindingen in Italië per trein zijn echt uitstekend. Als je een beetje ver van tevoren boekt, ja, dan ben je zit je voor een habbekrats van. We hadden Milaan als basis. Ja. En dus maandag speelde Lazio tegen Sampdoria. Hebben we 's ochtends de Freccia Rossa gepakt. Ja, en sta je midden op de dag sta je in Rome. En kun je daar beginnen aan je matchbeleving. Want wat kunnen jullie vertellen over de stad Rome? Is het een echte voetbalstad? Is het eigenlijk misschien te groot voor? Of? Ja, wat mij betreft is het een openluchtmuseum. Maar waar wel zeg maar, uitingen van de clubs zeg maar, om elke hoek terugkomen. Wij zaten in een hotel vlakbij Termini. Ja. Het eerste wat mijn oog opviel is, was een graffiti van Gabo Vive. Van die doodgeschoten Lazio Ultra. Ja. En aan de andere kant kom je overal van beide clubs eigenlijk uitingen tegen. In het centrum, maar ook daarbuiten. Ja, dat vind ik vooral. Veel mensen kennen Rome alleen in het centrum. Maar Rome is... Straks zie ik wel helemaal rondlopen. Ja, Rome is natuurlijk best wel een hele uitgestrekte stad. En ik vind het mooi juist dat je op allerlei kleine hoekjes wat tegenkomt. Hè? Heel veel mensen kennen die muurschildering van Totti wel die erin zit. Die midden in het centrum zit. Maar juist bijvoorbeeld die Carbatella, klassieke arbeiderswijk zit. Daar zie je heel veel op de muren. En overal en nergens heb je bijvoorbeeld restaurants die er iets mee hebben. Bijvoorbeeld Canivori, dat is het favoriete restaurant van Francesco Totti. Als je Rome bent, zou ik zeker aanrijden. En als je een van vlees houdt om daar te eten. Nou, dat hele restaurant is één grote tempel voor Totti, zou ik maar zeggen. Ja. En dat soort dingen zie je overal terug. Ja, want hoe ziet een ideaal dagje AS Roma eruit? Stel, ik wil er een keertje heen. Vlucht naar Rome is denk ik niet zo spannend. Of misschien een omliggende stad waardoor je met de trein naar Rome zou kunnen. Maar hoe zou iemand die in kunnen vullen? Nou ja, als je... je doet 2 dagen. Hè? Dus ja? dan ga je eerst naar Trastevere gaan. Als je naar San Callisto gaat, dat is eigenlijk een pleintje daar. Daar zit een hele fijne Roma bar om even in te drinken. Ja. Dan ga je eigenlijk loop je langs de Tiber. Dat is eigenlijk een heel lange weg van Trastevere naar het noord. Dus loop je een uurtje. Er komen steeds meer scootertjes bij je. Dan drink je af en toe nog eens een biertje onderweg of babbeltje iets mee. Dan een uurtje voor de wedstrijd verzamelen heel veel Roma-fans zich op een pleintje. Eigenlijk net tegenover. Aan de andere kant van Tiber, dan waar het stadion is. De tram 2 gaat van Flaminio naar het stadion. Ja. Ik weet dat de Lazio-fans een andere brug gebruiken dan de Roma-fans om naar het stadion te komen. Nou, op dat pleintje verzamelen eigenlijk alle Roma-fans zich. Hoewel een aantal pizzeria's ook gewoon het bordje om kunnen draaien. Dus Lazio-fans binnen mogen komen en andersom. Want dan hebben ze net een ander kleurtje. Dan ga je op een gegeven moment naar binnen. En dan zie je de wedstrijd. Blijf je lang hangen meestal daarna. Hè? Want het is natuurlijk niet iets om vroeg, zijn niet plekken om vroeg naar huis te gaan. Nou ja, en dan wint Rome natuurlijk. Dat is het idee. Ja. En dan is het voorkomen parkeerchaos ernaast. Dus hoewel je daarna ook steeds meer mensen met deelfietsen, dat soort dingen zie die op die moment wel zelf naar huis komen. Want natuurlijk taxis en zo, dat is moeilijk te doen. En vervolgens ga je bijvoorbeeld naar Carnivori, maar er zijn ook een aantal pizzeria's die echt Roma musea zijn om nog even een mooi diner te hebben. En dan, want je kunt dus wel goed eten in Rome. Dat is zeker mooi. Ja. Er zijn weinig Bologna-fans hier. Want dat is natuurlijk de eetstad. Ook in Rome is er wel goed deels. Frank, ik hoorde dat jij vroeger was iedereen natuurlijk in die tijd Van Basten, Gullit, Romario misschien, hè, iets later. Maar wie was dat bij jou? Nee, toen ik mijn eigen in Italië en in Lazio ging verdiepen... uiteindelijk werd mijn echte held Sinisa Mihailovic, maar je had Pierluigi Casiraghi en Giuseppe Signori samen voorin bij Lazio lopen, net in die periode dat ik ver werd, daar is het geilste aanvalskoppel dat de Serie A ooit heeft gezien. Ja. Casiraghi, misschien is daar nog iets meer romantiek in mijn herinnering, maar Signori was echt fantastisch. Iedereen hier zal denk ik wel kennen en anders mensen die nog terugluisteren. Ik zou bijna het beste met Messi kunnen vergelijken. Niet te groot van stuk, goed linkerbeen, uitstekende vrije trap, penalty's gewoon uit stand. Goede dribbelaar, goed schot.
misschien dat Messi net niet zo goed is, maar het zal niet veel schelen. En dat was maar het begin. Hè. Daarna kreeg je Crespo met Salas. Daarna kreeg je Mancini met Boksic. Ja, het houdt maar niet op eigenlijk. Nee, want je noemt het nu zo, maar dat zijn allemaal wel hele typische spelers. Is het ook typische Lazio spelers? Nou, dat weet ik niet. Ze hebben echt wel ook, zeg maar, zeker in al die jaren zo vaak ook van systeem gewisseld. En nu heel lang mee in het recente verleden bij Simeone 3-5-2 gespeeld. Nou, toen kwam Sarri en weer 4-3-3. Maar ja, zeker in die periode, zeg maar, van half jaren 90 totdat de boel in elkaar stortte met Sirio. Ja, rekende bomen tot de hemel. Ja, en kon alles. En hoe zit een dagje Lazio voor jou eruit? Herken je een beetje wat aan de andere kant werd gezegd? Nee. Nee, los van de plekken natuurlijk, maar hoe ziet het voor jou eruit? Nee, dat weet ik niet. Want ik ben nog nooit in Stadio Olimpico geweest. En daar ga ik over 4 weken naartoe. Oh, dan is het een ontgroening. Dan is het Lazio tegen Roma. Ja. Ik heb al Lazio vaker hier, zeg maar, in de omgeving gezien. Dus in Rotterdam, in Alkmaar. Enschede heb ze nog in de voorbereiding gespeeld een paar jaar geleden. Ja. Ik zie wel alles op tv. Helaas stelt Ziggo Sport daarin regelmatig teleur. Dus moeten we andere manieren vinden om het te zien. Wel ook vaak in Rome wel geweest, in de stad zelf. Maar dan vaak met de vrouw en die is niet zo van het voetbal. Voetbal. Nee. Dus Rome Joost kan dat denk ik beter. Ja? Nou is Rome wel een stad, en dan citeer ik Joris, waar je de vrouw wel naartoe mee kunt nemen natuurlijk, bij uitstek. Dus, uiteindelijk zou het geen excuus mogen zijn. Dan ga jij lekker winkelen, je hebt de creditkaart, ik ga naar de voetbal. De vrouw of een kind, want... De laatste keer dat ik er was met ons Bruno, zijn we dus naar het Colosseum geweest. Er zijn die vermaarde foto van Paul Gascoigne in het Colosseum met dit jasje aan. Ja. Ja, die moest ik natuurlijk ook even evenaren of overtreffen zelfs. Ik heb hem nog een tijdje als mijn profielfoto op X gehad, toen ik daar nog op zat. Maar wat dat betreft zou je inderdaad ook, stel dat je geen bevriende Lazio supporter kunt vinden, beter gaan. De niet-voetballerliefhebber kunnen meenemen en gewoon de hele stad doorstruinen. Ja. Af en toe ergens een biertje drinken, pizza eten of wat iets meer zijn. En dan als compromis s'avonds even net voetballen. En Raoul, ik hoor net dat de derby er binnenkort aankomt. Dat is natuurlijk de wedstrijd van het jaar voor jullie. Past daar ook het cliché bij, die twee moeten we winnen en de rest van het seizoen maakt niet meer uit? Of valt dat wat voor jou wat mee? Dat valt voor mij wel mee. Ik heb niet zoveel met die rivaliteit met Lazio. Ik zie het meer als een van de vele competitiewedstrijden. Misschien komt het omdat ik niet zo opgegroeid ben met die rivaliteit. Als wij tegen Lazio spelen wil ik gewoon graag van Lazio winnen, maar spelen wij tegen Juventus wil ik graag van Juventus winnen. En spelen we tegen Bologna wil ik van Bologna winnen. Hoe is dat andersom, jongens? Hoe leeft die wedstrijd? Ja, die leeft wel iets meer dan andere wedstrijden. Maar ik ben het wel met hem eens dat het uiteindelijk... het is uiteindelijk natuurlijk meer dan een van de zoveel competitiewedstrijden. We hadden het straks over Genoa, waar het de vriendelijke derby. Ja. Ik denk dat Roma aan de andere kant van het spectrum zit. Ja. Ja, want hoe merk je dat? Haat en nijd. Haat en nijd, dat van met elkaar naar het stadion lopen, dat daar is tot op zekere hoogte misschien sprake van, maar toch liever niet. Rick, heb jij dat, deel je die mening van Joost? Ja, want ook het is haat en nijd, maar er zit ook wel een soort humor in, hoor. Ik ben een keertje, toen die laatste vriend van mij, waar ik net over had, die doogde mij ook op een gegeven moment uit. Ik ben een architect van beroep. Zei van, ja, dit nieuwe metrostation vind jij heel mooi. Dus dat spreken we af in het café ernaast. Dus toen had ik niet helemaal goed opgelet welk café dat was. Want het was een Lazio café. Ik was nog niet binnen. Of de dag voor de derby. Of de Hongaarse tv kwam binnen en al die Lazio mensen stonden op en begonnen bepaalde liedjes te zingen. Dus ik dook snel weg om niet in deze scope op de Hongaarse tv te komen met die reportage over de hooligans deden. Dus ik moest zeggen, er zit ook wel best wel humor in dat soort dingen, elkaar pesten. En zoals
voor mij een heel, heel pijnlijke datum was de bekerfinale in 2013, waar wij de zilveren ster zouden veroveren. Daar, zilveren dat, sterren leggen? De ster is sowieso een Italiaans begrip. Ja. En officieel 6 tot er 10 gouden ster voor 10 kampioenschappen, maar zilveren ster voor 10 bekers. En Roma zou op dat moment de eerste club kunnen zijn die dat pakte. Maar ja, inmiddels heeft Juve al meer bekers en die vinden het niet zo interessant, want die hebben 2 andere sterren, dus het hele concept is weg. Maar op dat moment zou het moment zijn dat in die wedstrijd hebben we verloren. En dat blijft ons maar nagedragen worden, dat doet wel heel pijn. En dan heb je die wedstrijd een stuk in Olympico. Ik ben er in 2021 voor het eerst geweest. Zeg ik dat goed? Ja. Jij gaat er straks naartoe. Wat zijn je verwachtingen? Mijn verwachtingen zijn dat het om heel veel dingen gaat, behalve dan om die wedstrijd. Ja, de hele beleving. Ja, dus ook dat. Ook als je sowieso Italiaans voetbal, als je nog ziet hoeveel daar nog met vlaggen en zo op de tribune, dat gewoon de helft van de mensen ziet niks, maar het maakt ook helemaal niet uit, want het hoort erbij, die beleving. Ja, ik sluit me dan ook wat minder bij hun aan, want voor mij betekent die derby dan wel iets meer. Hè? En ook de rivaliteit tussen de clubs. Dus ja, misschien enigszins gechargeerd, maar ja, al wordt Lazio 19e. Als we maar boven één club eindigen, dan is het goed. Ja. Dus ja, die goal van Lulic in de 71ste minuut, die kunnen hun al zeggen, die deed ons misschien wat minder, maar ik geloof er helemaal niks van. nee, dus ik verwacht, ik verwacht uiteraard dat Lazio ook wint die wedstrijd, maar ja, het zou me niks verbazen als je me zeg maar 2 dagen later zou vragen van, nou, vertel eens iets over die wedstrijd, dat ik dat niet meer weet. Nee. En jullie zijn in Olympico geweest, het stadion. Ik vind het de laatste jaren wel minder in het stadion. Minder vuurwerk, het mag niet meer. Fakkels, rookbommen. De eerste keer dat ik er was mocht dat wel. Ja. Dus gewoon veel meer sfeer. De sfeer wordt daardoor steeds minder, vind ik. Het is natuurlijk een immens stadion. Hè? Is een derby altijd uitverkocht? Of is het zo groot dat het niet uitverkocht kan raken? Het raakt meestal wel uitverkocht. Maar wel echt pas de laatste uren voor de wedstrijd. Dus het is voor zo'n grote wedstrijd altijd nog verrassend makkelijk om een kaartje te komen. En dan hebben ze bij Lazio ook een keertje vol huis. Hè? Dat gebeurt niet zo vaak. Het gaat om de, mag gereageerd worden. Nee, het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Hè? Dus, maar hoe zit dat dan met die verdeling? Niet zozeer tijdens die wedstrijd, maar volgens mij, corrigeer me als het niet zo is, maar bij Milan en Inter heb je allebei een eigen kant of bij. Hoe zit dat? Is eigenlijk hetzelfde vergelijkbaar. Hetzelfde, Roma heeft de zuidkant van het stadion en Lazio heeft de noordkant. Dat zie je ook in de uitingen eventueel terug rondom het stadion, zeg maar? Of is dat weer helemaal niet? Ja, ik ben nog nooit aan de noordkant geweest van het stadion, dus ik weet het niet. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat als je een wedstrijd van Roma die niet tegen Lazio is, ja. Dan als je een stuk dat meest leeg is de noordkant. En daar zijn dus geen zoetkaart, daar houden ze bijna van. Omdat Lazio krijgt een groter stuk dan normale uitvak. Dus dat is eigenlijk het stuk waar de meeste mensen die op het laatste moment een kaartje kopen terechtkomen. Omdat daar dan ruimte is. En natuurlijk, mensen willen vaak niet een seizoenskaart hebben in het Corva Noord gebeuren. Dus daar zitten vaak de toeristen en dat soort dingen in dat stuk. Ja, en verder is het gewoon, het is een groter uitvak wat je dan bij de derby krijgt. Ja, en jij hebt een kaartje. We hebben het al eerder gehoord bij de eerdere gasten. Hoe zit dat met kaartjes voor een wedstrijd als deze? Of überhaupt bij Lazio of bij Roma? Ja, dan kun je gewoon in de fanshop kopen op vertoon van je legitimatie. Op de wedstrijddag ook gewoon nog, je loopt heen, je legitimatie in. Ja, een paar jaar geleden ben ik samen met mijn vader geweest naar de derby. Zijn we gewoon naar de fanshop gegaan, 2 dagen voor de derby. Gewoon legitimatie laten zien, prins een kaartje uit op naam, klaar. Ja, mijn ervaring is in Italië, kijk, de stadions, die zitten eigenlijk, behalve bij grote uitzondering, toch niet helemaal vol. Nee. Ja, dus de dagen voor de wedstrijd kun je altijd wel een kaartje regelen of ritselen. En de truc met zo'n derby en met voetbal in Italië ook is van, ja, dingen gaan daar op het Italiaans. Dus je moet een beetje, en dat is moeilijk voor ons Nederlanders, af en toe een beetje geduld hebben. Ja. En ook maar vertrouwen dat het hebben wij niet. Ook maar vertrouwen dat het goed komt. Nee. Het is heel veel veranderd hoor in de afgelopen paar jaren. Want tot 5-6 jaar geleden was het natuurlijk een ramp om PvE internet in Italië een kaartje te kopen. Maar nu heeft eigenlijk elke club, wat ze net ook zeiden, kan dat eigenlijk wel. Ja. En wij zijn dus dit jaar daar heel erg aan het experimenteren met van wat levert het nu ons dat nu een officiële fanclub hebben. Want in principe kunnen we dan dus voor onze leden, zowel voor thuiswedstrijden, dan vooraan de rij staan. Oké.
Ik zat me net even te denken, Roel, jij hebt nog wat shirts bij je. Wat kun je daarover vertellen? Je bent verzamelaar, je hebt 3 categorieën, zei je. Ja, ik heb... Je hebt er een paar speciale meegenomen. Veel shirts. Ja, dit is eigenlijk een van de shirts waardoor ik verliefd ben geworden op AS Roma. Kan dit even op de foto? Joost, met een, dit is bewijs wat je ergens tegen kunt gebruiken. Jij was aan het vertellen. De clubkleuren, het logo, ja, dat vind ik geweldig. Dit is niet gemaakt voor de moderne voetbalsupporter, denk ik. Of wel, qua maat. Ja, of het zit allemaal heel kleintje. Ja, maar de kappa is altijd wel heel erg... Dit zijn van een getailleerde shirtje. Ja. En je hebt daar een groene liggen. Ja, dat heb ik nog niet eerder gezien. En hij heeft een hologram logo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Wat is het, een uitshirt? Of? Dit is het 4e shirt van vorig jaar. Vierde shirt van vorig jaar, oké. Okay. En daar hebben ze eigenlijk ook niet echt in gespeeld. Zou je eens, Joost, nog een keer weer vasthouden voor de foto? Ja, dit is een van de originele shirts van een van de 3 clubs waaruit AS Roma 100 jaar geleden voortgekomen is. Ja. Door de vriendjes met Mussolini te zijn. Lang verhaal, hoeft de laatste show daar niet bij te zijn. Maar net zoals in Florence met Fiorentina werden in 27 de clubs in Rome gefuseerd. Ja. En dit is een van de originele clubs die in Rome zijn gefuseerd. Die Alba hadden. Okay. Dit is het shirt van Alba. Nou, deze geschiedsvervalsing wil ik wel even rechtzetten. Ja, graag. Ga je gang. Mussolini wou inderdaad alle grotere clubs uit Rome fuseren. En er is 1 club die zich daartegen verzet heeft. Die nu wordt gezien als de club van Mussolini. Die trouwens fan was van Bologna. Maar er is 1 club die zich daartegen heeft verzet. En dat is Lazio. En Roma is dus ontstaan op voorspraak van Mussolini. Ja. En het is niet dat Lazio daar, omdat ze bevriend waren, niet aan mee hoefde te doen, maar omdat ze zich daartegen verzet hebben. Dat is een mening, hè? Ja. Nee, dat is best wel iets anders. En dat is eigenlijk misschien maar goed ook, anders hadden wij geen derby gehad. Ja. Zo is het ook, hè? Je hebt elkaar ook nodig. Even kijken naar... misschien zijn er nog vragen vanuit het publiek voor een van de heren van Roma. Ja, ik kreeg net even commentaar dat ik even met de microfoon naar jou toe moet doen. Anders kunnen andere mensen de vraag niet horen. Hopelijk gaat het goed met de techniek. Ja, dankjewel. Eigenlijk voor alle 4. Tenminste, degene die vooral al ervaring hebben in Rome. Bij Europese wedstrijden van de clubs. Lees je vaak in de media, er zijn weer supporters neergestoken in Rome. Hoe veilig is Rome voor de uitsupporter? Ja, ik kan daar zeg maar uit eigen ervaring wel iets over zeggen, want ik ben in 2015 met Feyenoord geweest. We waren er denk ik maar 15.000 man. En er zijn wel een paar mensen in het mes gelopen. Zo was dat dan uit. Kijk, ja, weet je, het kan, hè, er kan altijd iets gebeuren, net zoals dat in willekeurig welke stad tegenwoordig iets kan gebeuren. Ik denk niet dat het onveiliger is dan pak een beet Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, als je daar met een groepje gaat lopen op een Europese dag. Kun je wel je kleuren laten zien of is het echt, je moet als uitsupporter incognito gaan, neutrale kledij? Ik denk dat je de kat niet op het spek moet binden, dus dat neutraal altijd beter is. En desnoods doe je een neutraal vestje aan over je shirt. Maar kijk, ik zou niet in een klein groepje 3:30 voor de wedstrijd gaan lopen. En vaak is het zo dat je als bezoekende supporter sowieso verplicht vanuit de stad met bussen moet gaan. Dus... Ja, ik denk dat best wel die verhalen zijn denk ik vooral van het jaar 15 jaar terug of zoiets. In Rome stond ze daarvoor bekend om even snel met een scooter langs te rijden en een willekeurig mes te doen. Het was vooral volgens mij op Engelse supporters op een gegeven moment gericht. Ik denk dat wel een klein beetje uitgestorven. Vooral ook omdat ik denk dat met de bezoekende clubs veel betere afspraken daar ook in zijn. Hè? Dat zien we nu ook als Roma ergens uitspeelt bijvoorbeeld. Hè? Dat er best wel instructies zijn en afspraken zijn en groepen die daarin zitten. Maar ja, zeg nooit nooit. Er zijn genoeg gasties die zoals je overal hebt, die daar ook iets in willen doen. Heb je in Turijn daar andere beelden ervaringen mee? Is dat altijd heel erg rustig? Ik heb alleen het shirt aan. Ik ben geen Juventus fan. Die zijn er ook niet echt, hè? Zijn er nog, gaan we al. Zijn er nog mensen die ook nog een vraag hebben voor een van de heren? Nee? Dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor jullie mooie verhalen, jullie bijdrage. Mijn liefst
lieftallige assistenten, dit keer Ino. Zou jij het mooie tasje van onze partner FC Kluif erbij willen pakken? Applaus voor de heren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.